Intussen worden de drie zo goed als gegrepen door het peloton. Met nog 10 kilometer te gaan in deze ronde van Burgos zit de onderneming erop voor Jetse Bol, Carlos Canal en Joe Dombrowski. Een uitdunning door de impuls van de man van UAE. Nu krijgen we daar Paltzer vooraan. Goed herkenbaar door zijn Red Bull helm. Ja, snelheid ligt echt wel hoog. Hè. En als dit zich zo doorzet, dan gaan we snel maar met een klein pakketje renners zijn. Je ziet het nu al. Domen Novak. En voor Bora, Fabro. Paltzer die zich eruit heeft gezet uit het rijtje. Yates in het wiel van Vlasov. Hier komen die steilere stukken eraan. Hè. Je ziet het meteen aan de snelheid. En nu gaat de uitdunning zich heel snel verder zetten. 3 kilometer nog. Nu moet Hausen wel lossen. En Rubio en Buitrago samen met hem. We zijn nog met z'n vieren. Het lied van Vine is uit. Nu gaat Adam Yates. En Roglic heeft niet direct een antwoord, hè? Niet meteen op dat wiel, zoals eerder deze week op de Picon Blanco. En hier krijgen we de terugkeer van Jay Vine. De man die zoveel werk had gedaan voor Yates. UAE dat de openingsetappe kon winnen met Molano. Laatste kilometer van deze ronde van Burgos met Yates aan de leiding voor Vlasov en Roglic. En Vine die toch opnieuw de rol moet lossen. Door zijn op de pedalen dansende kopman. Goh, dit is doortrekken hoor, geloof me. Ja, probeert er echt een lange sprint van te maken. Sprint is misschien overdreven, maar trekt zijn inspanning in elk geval wel door en hoopt op die manier dat de twee anderen kraken. Bij Vlasov heb je de indruk dat het elk moment kan gebeuren. En Roglic, ja, ik heb geen idee wat ik ervan moet denken, maar ik heb ook niet de indruk dat hij nu nog veel overschot heeft. Maar nogmaals, schijn kan bedriegen, hè. Zijn gezicht ziet er wel beter uit, maar langs achter gezien. Hij is toch nog eens op zijn zadel gaan zitten, Adam Yates. En dan weer hop. En vanaf dat Yates op die trappers gaat lopen, is het bij Vlasov alle hens aan dek. Totaal verschil in stijl. Ja. Grote versnelling bij Yates en kleine versnelling bij Vlasov. Staand en zittend. ...500 meter, je zou denken, dan zijn we er bijna... ...maar aan 20 per uur is dat nog 1,5 minuut. En ze rijden hier zeker niet veel sneller... ...want echt wel een steile slotkilometer nog. In het zicht van de vaste camera's... ...wat is Primoz Roglic nog van plan... Gaat hij zijn explosiviteit nog aanspreken om een tweede ritzege te boeken? Even schouder aan schouder met Vlasov. Komt nu naast Yates. Naar de kop, Roglic. Het was Yates die in Villarcayo de sprint als eerste aanging. En dat nu ook weer probeert te doen.
met nog 200 meter te gaan. De reactie van Roglic. Roglic die nog niet op de pedalen loopt. Vlasov lijkt zich neer te moeten leggen bij plaats 300 meter nog. Yates of Roglic? Roglic die gaat daar nog gemakkelijk over. Primoz Roglic pakt zijn tweede ritzege in deze ronde van Burgos. En de eindzege is ook voor de Sloveen. Dat was eigenlijk al duidelijk na de rit over de Picon Blanco. De top 10 van het algemene klassement na de ronde van Burgos. Roglic wint met 39 seconden voorsprong op Vlasov en 42 op Yates. Dat heeft nog te maken met de bonificaties.